ja, we staan echt ja, goed tegen elkaar aan, zodat we niet omvallen. Maar ja, dit is wel bizar. Oppassen dat je pet niet wegwaait. Nee, inderdaad. Ik was voorbereid. Dus even kijken, even een filmpje schieten, dan ga ik lekker werken. Sommige mensen die dit zien, die zullen denken, joh, waar begin je aan? Blijf lekker binnen. Ja, maar ja, het is toch wel even lekker uitweiden, hè? Het is een unieke kans natuurlijk. Het is iedere keer een beetje, tenminste deze afgelopen zomer, prachtig weer geweest. En nu is de kans. En jij kunt de camera ook nauwelijks vasthouden. Jij bent ook zo'n surfer? Ja, ik kitesurf ook, ja. En wat vind je van dit weer? Want je moet volgens mij wel echt ervaren zijn, wil je nu het water op gaan? Ja, vandaag moet je niet zonder heel veel ervaring het water op. Ja, je moet zeker geen beginner zijn. Het waait best wel hard, best wel vlagerig. Ja, ik kite al een tijdje, dus ik weet waar ik mee bezig ben. Dus. Maar jij gaat het zo wel doen? Nee, ik skip deze even. Ik ga wanneer de wind weer een klein beetje gaat liggen. Ideaal vliegweer. Het is staat een aardig windje, moet ik zeggen, ja. Hou je hem? Nou, bijna niet. Maar ik ga zo meteen gewoon een visje eten en dan komt het wel weer goed. Maar even genieten. En ik ben bovendien jarig, dus... Nou, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, zonder gein, dus... Hek is dicht, maar toch gaan de mensen hier de pier op. Ja, ik vind het niet verstandig. Het waait zo hard. Het waait echt verschrikkelijk hard, ja. Het is gevaarlijk. Ik wou het liefst nog daarheen lopen, maar nu ik hier zo sta, ben ik blij dat ik daar niet heen loop. Ja, die betonblokken, als je daartussen valt, is helemaal niks. Maar je wordt ook kleddernat. Dat gebeuk van die golven tegen de basaltblokken. Kracht van de natuur. Ja, 100%.